Welkom bij de Wiskundeacademie. In deze video gaan we het hebben over evenwijdige lijnen en hoe je hiervoor een formule opstelt. Een voorbeeldje. Gegeven zijn de volgende lijnen. En voor het gemak tekenen we er gelijk even een assenstelsel bij, zodat je ook gelijk ziet hoe het er visueel uitziet. Normaal gesproken krijg je in een opgave dit niet erbij, maar dit even ter ondersteuning dat je ziet wat er precies gebeurt. Nu. De eerste lijn die je krijgt is de lijn K en die voldoet aan de formule y is min 3x plus 4. Dus hij gaat op 4 door de y-as heen en heeft een richtingscoëfficiënt van min 3. De tweede lijn is de lijn L en de lijn L voldoet aan de formule y is ax plus b met a en b onbekend. Dus eigenlijk weten we nog niks van die lijn. De richting is nog niet bepaald en het punt waar die door de y-as gaat is ook nog niet bepaald. Kortom, alles aan die lijn is nog onbekend. We weten wel één ding, namelijk dat de lijnen K en L evenwijdig zijn. Wat kunnen we nu zeggen over lijn L? Want wat weet je over de formules van twee lijnen als deze evenwijdig zijn? Nou, als twee lijnen evenwijdig zijn, dan hebben ze dus dezelfde richting. En dit is heel belangrijk, want wat is nou dat stuk aan een formule wat altijd iets zegt over de richting van een lijn? De richting van een lijn wordt altijd gegeven door de richtingscoëfficiënt. Dus is de richting gelijk van twee lijnen, dan hebben ze dezelfde richtingscoëfficiënt. Van K weten we de richtingscoëfficiënt, van L nog niet. Maar ze zijn evenwijdig. Dus we kunnen nu zeggen, de richtingscoëfficiënt van lijn L, die we eigenlijk nog niet weten, is gelijk aan de richtingscoëfficiënt van lijn K. Maar de richtingscoëfficiënt van lijn K is gelijk aan min 3. Dat betekent dus dat de richtingscoëfficiënt van lijn L ook min 3 is. Dus we kunnen al een stukje van de formule van lijn L invullen. Namelijk y is min 3x plus b. Dus de a hebben we inmiddels al uitgevonden. Dan de b. Hoe komen we aan de b? Hebben we dus een extra stukje informatie nodig. En namelijk het volgende. Er is verder namelijk gegeven dat lijn L door het punt 3,5 gaat. Het punt a. Het punt a 3,5. Ligt lijn L nu vast? Dan laten we eens gewoon eens bekijken wat we nu hebben als we naar die formule kijken. We weten in ieder geval dat die twee lijnen evenwijdig zijn. Dus laten we gewoon maar een lijn L tekenen. Zolang we niet weten dat die door een punt heen gaat, kunnen we eigenlijk die lijn L alle kanten opschrijven. Eigenlijk elke lijn L is goed, want B is nog niet vastgelegd. Dus hij kan die y-as op elk punt snijden waar hij wil. Dus er zijn nog oneindig veel mogelijkheden voor lijn L. Behalve dat hij in ieder geval evenwijdig is met lijn K. Dus, op het moment dat we punt A weten, dan ligt die lijn L wel vast. Hij kan maar op één manier door punt A heen. Ligt dus de waarde van B vast. Ligt dus de waarde van het snijpunt met de y-as vast. Ja, want ergens snijdt hij nu dus op een vast punt die y-as. Hoe berekenen we nu dus die waarde? Hoe berekenen we de waarde van B? Want dat is het enige wat eigenlijk nog ontbreekt om dus de formule van die lijn te geven. Nu, als een punt op een lijn ligt, dan voldoet hij aan de formule. Bedenk, als ik een x invul en ik weet dat dat punt op die lijn ligt, dan vul ik die x in de formule en dan krijg ik er de bijbehorende y uit. Dat doet de formule. Dus zodra je de x en de y hebt, dan moet hij ook voldoen aan de formule. Want wil je weten of dat punt op de lijn ligt, dan ga je gewoon de x en y-coördinaat in de formule invullen. Klopt dat, dan heb je gelijk je controle. Ja, hij ligt erop of nee, hij ligt niet op de lijn. Maar er wordt al gegeven dat dat punt erop ligt. Dus we mogen hem sowieso invullen in die formule, ook al is die formule nog niet compleet, want we weten het b nog niet. Dus A voldoet aan de formule, betekent dus dat we hem in mogen vullen in de formule. Dus 3,5 gaan we invullen in de formule y is min 3x plus b. Dit geeft de volgende waarde. We hebben de kleurtje even gebruikt, zodat je ziet waar die getallen terugkomen. Namelijk y wordt 5 en x wordt 3. Dus 5 is min 3 keer 3 plus b. Krijgen we dus y is min 9 plus b. Dus wat is nu de waarde voor b, zodat dit klopt, links en rechts? Nou, je moet voor b hier 14 invullen om te zorgen dat beide kanten evenveel zijn. Dus b is 14 of 14 is b. En dat kan je natuurlijk gewoon wisselen. Dus nu hebben we de a uitgerekend en we hebben de b ook bepaald. Wat is nu dus de formule voor die lijn L? Nou, de formule voor lijn L is dus
L voldoet aan de formule I is min 3x plus 14. Zo kunnen we dus een evenwijdige lijn opstellen. Dus we weten evenwijdigheid en we weten dat die door een punt heen gaat. Dat legt de lijn als het ware vast. Dus wanneer lijnen evenwijdig zijn, hebben ze dezelfde richtcoëfficiënt. Belangrijk om te onthouden. Hoe schrijf je dit nou wiskundig netjes op? Vandaar dat we even naar een voorbeeld gaan kijken. En het voorbeeld is het volgende. Stel de formule op van de lijn T. Dus de lijn T is nu nog onbekend. Die evenwijdig is met lijn S. Dus daar is je eerste randvoorwaarde. De evenwijdigheid met lijn S. En S voldoet aan de formule I is 5x min 6. Ligt die nou vast? Nee, nog niet. Dus we hebben een extra informatie-element nodig. Namelijk, dat hij gaat door het punt min 2,7. Dus min 2,7, dat punt D, zorgt ervoor dat die lijn T vast komt te liggen. Hoe werken we dit uit? We beginnen met de standaardformule. Dus stel de standaardlijn op I is AX plus B. Dus lijn T voldoet aan de formule I is AX plus B. Dan, gebruik evenwijdigheid. Daar begin je mee. Om natuurlijk die waarde van A te bepalen. Dus, we gaan als eerste zeggen, T is evenwijdig met S. En daaruit concluderen we dat A, hè, want twee lijnen betekent evenwijdig aan, dat A is gelijk aan de richtingscoëfficiënt van T, is gelijk aan de richtingscoëfficiënt van S, hè, dat komt door evenwijdigheid, en de richtingscoëfficiënt van S is gelijk aan 5. Daarmee weet je dus dat A 5 is. Hieruit kunnen we een tussenconclusie trekken dat we al weten, de formule op dit moment is I is 5x plus B. Nu die B. Dat doen we dus door het punt in te vullen. Omdat dat punt op die lijn ligt, mogen we dat punt invullen in de formule. Ook al ontbreekt die B nog, maar daarmee berekenen we juist de B. Dus we gaan min 2,7 invullen in de formule I is 5x plus B. Krijgen we dus die min 2 bij x ingevuld en die 7 ingevuld bij i, wordt dus 7 is 5 keer min 2 plus b, is dus 7 is 10 plus b. En dat betekent dus dat 7 plus 10 is b, oftewel b is 17. Dus de b-waarde is 17. Dan de laatste stap is geef de formule van t. Want die willen we uiteindelijk hebben, dat is de opdracht. Stel de formule op. Nou, de formule is dus T voldoet aan de formule I is 5x plus 17. Dit was het voorbeeld van het opstellen van evenwijdige lijnen. Hopelijk is dit voldoende uitleg geweest. Tot in de volgende video.